voordat ik mijn kijkers ga pranken, ga ik jullie eerst vertellen dat als deze video, jawel, 8000 likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video op de Kelvlog. Dat wisten jullie ongetwijfeld al, dus like de video en dan zie ik jullie straks na de intro. Ik zit op een andere plek dan normaal, dat betekent omdat het vandaag tijd is voor serieuze zaken. Maar voor deze serieuze zaken ga ik jullie eerst vertellen wat je kan winnen vandaag. Inderdaad, het is weer tijd om een winnaar aan te kondigen via Snapchat. De winnaar van de prijs van gisteren, dan moet ik heel even de sneeper sloffen, staat hier op een Snapchat. Volg me op Snapchat, dan kun je checken. Misschien ben jij wel de winnaar. Oh my fucking god. Ik geef vandaag weer iets ongekend episch weg. Het zijn namelijk sokken, maar niet zomaar sokken. Happy socks, zoals je ze hier ziet. Fantastisch. Meerdere paren happy socks kunnen van jou zijn en dan kun je winnen. Door even een comment achter te laten onder deze video. Hoe meer comments, hoe meer kans en abonneer op mijn kanaal en dan maak ik jou misschien wel als winnaar bekend op mijn Snapchat morgen. Dat is fantastisch. Laten we een video maken. Yes. Ik word nog wel eens gebeld. Ik word nog wel eens gestalkt. Laat ik het daarop houden, want sommige mensen hebben mijn nummer. Gewoon random hebben ze hem. En dan denk ik, waarom? Weet je, is gewoon niet oké als je mij het lastig valt. Maar goed, ik ga ze vandaag vies terugpakken gewoon. Ik ga ze gewoon grijpen. Ik heb namelijk over de afgelopen 2 maanden elk persoon die mij een appje heeft gestuurd of gebeld heeft, heb ik opgeslagen in mijn telefoon, in mijn notities. En I'm gonna pay them back now. Ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Maar goed, daar komen we later wel weer achter. Hallo? 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 Hey, je spreekt met Kelvin. Ik vind het een onwijs gezellig gesprek hier op deze manier. Hallo? Is dit je manier om me terug te pakken? Oké, doei. I don't even know, man. Wat was dat? Probeer gewoon een leuk gesprek aan te gaan met mensen. Het enige wat ze doen is niet praten, oké? Jullie hebben het ook bij mij gedaan. En dan heb ik ook niet gepraat. Oh, shit. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Hey, goedenavond. Ik spreek met Robert Spatelburg van RTL Nieuws. Hey, wij maken een documentaire over bekende YouTubers en ik kreeg van Lisa te horen dat jij nogal vaak naar YouTubers kijkt. Ja. Zou ik jou een korte vraag mogen stellen? Ja hoor. Wie is jouw favoriete YouTuber? Mijn favoriete YouTuber? Ik ken Van Wachter Den Haag. Oké, en wie staat er dan op nummer 2? Ik denk Enzo Knol. Oké, en wie staat er dan op nummer 3? Oké, en wie staat er dan op nummer 4? Op nummer 4 staat dan... Wacht, is het Kelvin? Ja! Ik sta niet eens in de top 3 en je belt me wel. Sorry. Ik ben diep teleurgesteld. Ik hou op, ik stop met YouTube, ik verwijder mijn kanaal voor eeuwig. Doe even alsof ik op nummer 1 sta. Kelvin staat op nummer 1. Aight! Dank dat je met me wilt praten. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkertjes? Fuck jou, ik stond niet op nummer 3. Ik stond niet eens op nummer 2. Ik stond niet eens op nummer 1. Oeh. Fucking Dylan, fucking Enzo, everybody. I don't like him. Sorry dat ik je heb afgekapt. Dat gebeurt er als je me niet waardeert. Kap ik je gewoon af. Hallo? Goedenavond, ik spreek met Robert Spatelburg van RTL Nieuws. Ja. Wij maken een reportage over vloggers en ik begreep dat jij nogal vaak naar YouTubers kijkt. Informatie. Dat heb ik online op kunnen zoeken. Ik zou graag een korte vraag willen stellen over vloggers. Wie uw favoriete vlogger is? Marsha van Beauty Club. Oké, en vindt u het probleem als ik vraag om een top 3? Enzo Knol. Staat die, die staat op nummer 2 dan? Ja, Beauty Nest maakt soms ook nog vlogs. Ja, dat. Oké, en dan een laatste vraag. Stel dat een YouTuber u zou bellen, zou u die stem dan herkennen? Ja, weet ik niet, want... Ja, dat klopt. Als we het dan toch over bellen hebben, heeft u wel eens een YouTuber gebeld? Nee. Weet u dat zeker? Ja. Vraagt u zich niet af hoe ik aan uw nummer kom? Jawel. Ik ben Kelvin en je hebt me ooit een bericht gestuurd. Oh my god. Nee. Je bent een vieze leugenaar, hè? Oh my god. Nee, mijn ouders gaan echt vermoorden. Waarom? Maar wel leuk gewoon dat ik in je top 3 staat. Sorry. Ik hoop dat ik dan maar wel op nummer 4 heb gestaan. Ja. Tuurlijk. Oké, nou wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Hoi. Dat gebeurt er, oké? Als je liegt, als ik niet in je top 3 sta, dan druk ik je gewoon weg. Ik zal haar nooit misspreken. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het zo leuk om te doen. Gewoon payback. Alright. Goedenavond.
Goedenavond, ik spreek met Robert Spatelburg, RTL Nieuws. Ik bel even, omdat wij een reportage maken over YouTubers en vloggers. Zou ik jou een aantal vragen mogen stellen over YouTubers? Ja, mag. Wie is jouw favoriete YouTuber? Oké, Ponkers. Dylan Hagens. Furtje. En Gio. Heb je verder nog YouTubers? Nee, niet echt. Heb jij wel eens contact gehad met een van deze YouTubers? Of contact proberen te zoeken? Nee, niet echt. Nee. Heb jij ze wel eens geprobeerd om ze te bellen? Of? Nee, niet echt. Weet je dat heel zeker? Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag. Stel dat een van deze YouTubers, jou zou bellen, zou je dan zijn stem herkennen? Ik denk het wel. Ik weet genoeg. Bedankt voor je tijd. Doei. She will never know, man. She will never know. Ik vind het te fucking mooi. Ik ga gewoon door. Ik ben niet te stoppen. Ik heb dus letterlijk gewoon iets van 30 nummers in mijn telefoon van mensen die me ooit gebeld of geappt hebben. Oh yeah, yeah. Hallo? Goedenavond, ik spreek met Robert Spatelburg, RTL Nieuws. Ik vroeg me af of ik twee vragen aan jou kon stellen over YouTubers. Wij vernamen namelijk dat jij nogal vaak YouTubers bekijkt. Ja, ik vraag me nu ook af hoe je me aan het nummer komt. Oh, dat heb ik via Facebook kunnen vinden. Oh, maar dit nummer staat niet op Facebook. Ik heb hem wel kunnen vinden. Ah, maar niet. De eerste vraag is, wie is jouw favoriete YouTuber? Willem Huygens. Wie staat dan op nummer 2? Enzo Knol een beetje. Nee, Sophie Milzink. En wie staat dan op nummer 3? Enzo Knol. En nummer 4? Dat heb ik niet. Oh, je kijkt verder. Ik heb drie die ik kijk. Dan heb ik nog een tweede vraag. Heb je wel eens contact proberen te zoeken met deze YouTuber? Nee, gewoon, ja, sommige fans slaan daar nogal in door, zeg maar. Die gaan dan YouTubers bellen of die gaan dan op Twitter of zo gaan ze heel veel spammen. Nee, ik niet, hoor. Alleen via Snapchat een paar keer dat ze hebben geïnteresseerd, maar verder. Heb je ook nog nooit een WhatsAppje gestuurd? Nou, ik had vorige keer wel een nummer, maar van een YouTuber, maar ik wist niet zeker of dat ze echt was. Oké, welke YouTuber was dit dan? Dat was van Kelvin. En waarom heb je dan toch een berichtje gestuurd? Ja, voorzelfs, dat werd hij gestalkt, toch? Ja, dan weet hij van dat ze nummer op internet. Stel dat een van deze YouTubers u zou bellen, zou u dan deze stem herkennen? Hoezo? Bent u een YouTuber dan? Nee. Goed, dan zou ik u graag hartelijk willen bedanken voor deze antwoorden. Ja, graag gedaan. Mijn naam is trouwens Kelvin Boerma. Are you kidding me? Nee. Oh my god. Ik vind het zo verschrikkelijk dat ik niet eens in je top 3 sta van je favoriet. Dat zelfs Sophie boven me staat. Zelfs Sophie! Ja, maar ik ken je niet zo vaak. Nou, dat is helemaal niet erg hoor. Maar ik heb jou wel vaak gekeken hoor. Ja, dat dacht ik wel, ja. Nou. Doei. Wat? Wow, what the fuck was dit nou weer allemaal? Nou, dit was echt hilarisch. Jongens, dames en heren, jongens en meisjes. Wil jij morgen weer een video? Dat kan. Maar dan moet jij deze video een duimpje omhoog geven. Want als deze video 8000 likes haalt, dan komt er morgen weer een video. En wil je kans maken op epische gratis happy socks? Dan moet je een comment plaatsen onder deze video. En abonneer op mijn kanaal. En laat hieronder dus ook even weten of je het leuk vindt als ik een volgende deel maak hiervan. Want ik heb nog veel meer nummers. Dus ik ga helemaal los. Laat me dat weten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Morgen ben ik er hopelijk weer met een nieuwe video. Als jullie het duimpje omhoog target halen. En morgen natuurlijk ook weer een nieuwe prijs. Dat zie je dan. Bah! Ja, joh! Dit was je ongetwijfeld ook al opgevallen. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik vind het wel echt. Ik heb het zelf namelijk ook nog niet gezien. Gewoon. Deze eerste keer dat ik het ga checken. Zijn jullie er klaar voor? Say hello to the nieuwe Kelvin.